Let op, restrictie nummer 1. Hij moet dus binnen 12 seconden moet je op de grond liggen. En je mag never nooit, sorry, dat is haars. Je mag ten alle tijde nooit het contact met die bom loslaten. Dus let op. Doe even onderop. Handen dicht opleggen, hou contact. Contact houden. Handen er vanaf, alleen de bovenkant. En hij gaat weer op. Let op, we zaten op het eerste niveau. Ik heb gewoon eigenlijk gevraagd, waarom doe je iets? Dus je zakt al af van omgeving en gedrag. Want eigenlijk, ik heb niet meer naar Ingrid gekeken, alleen nog maar geluisterd wat ze heeft gezegd. De tweede vraag, er was een woordje wat heel belangrijk was voor Ingrid. En het woordje was verbinden. Ja. Heb je dat gehoord? Ja. Verbinden. Ik vond het heel inspirerend en heel leuk om toch kennis te maken met heel veel mensen die, die hetzelfde doel voor ogen hebben. Dus ik vond het heel leuk, absoluut. Ik ga zelf altijd naar de Open Koffie in Hardenberg en in Ommen. En het verbindt inderdaad mensen. En ik vind het inspirerend om dan iemand als David of Roel een praatje te zien houden. En daar weer wat van op te kunnen steken. Er waren mooie sprekers. Die gaven wel wat meer inspiratie ook. Het leuke is dat je natuurlijk ook andere mensen ziet die bij andere Open Koffies zijn. Dus ik kom zelf dan van Open Koffie Almelo. Die mensen die ken je al wat beter. Het is toch wel mooi om te zien dat bijna alle Open Koffies wel een beetje dezelfde insteek ook hebben. Ik vond het erg interessant. Voor een deel was het iets van wat ik al wist. Maar je wordt het dan weer bevestigd in wat je zelf al vanzelf doet. En dat is ook wel prettig om die bevestiging weer te vinden.